deze reis ga ik maken. Over de Atlantische Oceaan en dan in het Caribisch gebied blijf ik dan rondvaren nog een paar weken. Het is ook de bedoeling dat we uiteindelijk met alle leerlingen het schip overnemen. Dan mag je een soort van solliciteren naar een bepaalde functie. Dus dat leer ik. Maar we krijgen ook lessen in bijvoorbeeld sterrenkunde en het weer en navigeren. En ik hoop ook gewoon dat ik daar ook gewoon op een andere manier met school bezig kan zijn. En echt zeg maar beta-vakken meer toepassen. Dus dat vind ik ook heel leuk, want die kunnen heel abstract zijn, zeg maar. Maar je ouders hadden niet zoiets van, ja, maar je moet gewoon naar school. Nee, die hadden zoiets van, nou, als jij dat graag wil, dan moet je dat vooral doen. En het is een hele bijzondere ervaring en dat wens je ook gewoon toe, dus ja. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat wij natuurlijk een afweging maken tussen motivatie van leerlingen, capaciteiten van leerlingen. Ik heb uiteraard wel even contact gehad met de leerplichtambtenaar, omdat ja, 6 weken uit school, dat is niet gebruikelijk in Nederland. Maar toen we gezamenlijk dit verhaal bespraken, toen was de leerplichtambtenaar ook meteen om. Kan dat zomaar? Nee, dat kan niet zomaar. Nee. Dat is wel een hele bijzondere situatie waar hier sprake van is. De overheid die moet erop toezien dat kinderen gewoon naar school gaan zoals we in Nederland hebben afgesproken. Je kunt in het kader van de leerplicht soms wel wat soepelheid betrachten. En zeker als dat dus echt bijdraagt aan iemands perspectief. Ik ben wel nieuwsgierig. Ik vind het leuk om te leren en zo. Maar school op zich, zeg maar, dat je elke dag naar school moet tot een bepaalde tijd, dat het zeg maar heel voorspelbaar is. En al die lessen en zo, dat vind ik niet zo fijn, zeg maar. Dat hou ik niet altijd heel goed vol, zeg maar. Holos is de weg en Exodos is dan de weg naar buiten, hè? Dus als dat zou gebeuren... Je wordt eigenlijk helemaal niet uitgedaagd om ook creatief te zijn, om zelf na te denken. Je krijgt het gewoon een beetje, zeg maar, soort van opgediend van, nou, dit moet je leren. En de leraar die legt dat uit. Je moet natuurlijk zelf opdrachten maken en zo. Maar het is nooit echt zo dat je heel creatief bezig kan zijn of actief of dat soort dingen. En dat mis ik zelf heel erg. Want je bent alleen maar bezig met nadenken en alles in je kop stampen. En ik vind het zelf gewoon heel fijn om gewoon buiten te zijn en actief te zijn. En zelf dingen te maken en dat soort dingen. Dus, en dat mis ik dan eigenlijk heel erg. Toch doet iedereen het maar wel gewoon. Ja, het is natuurlijk ook uiteindelijk verplicht om te doen. Dus ik doe het ook gewoon omdat het moet. Omdat je een diploma moet halen. En ik wil ook wel een diploma halen natuurlijk. Ik snap ook wel dat dat nodig is of zo. We hebben net even gekeken hoe vaak ze heeft gespijbeld. Nou, nooit. Simpel zat. Het is een, met name een hele gemotiveerde leerling. Die graag meer wil doen dan alleen maar onderwijs volgen. Als je 6 weken lang van school weg bent, moet je erg stevig in je schoenen staan om toch je lesprogramma op orde te blijven houden. Dus het betekent dat er wel telkens een afweging gemaakt wordt van welke leerling bied je die mogelijkheid eventueel, of welke leerling ook niet, omdat het misschien niet verstandig is. Je hebt in het verleden ook al bewezen dat je op een andere manier naar school ging? Ja, klopt. Derde jaar ben ik maar 3 dagen naar school geweest. Heb ik 1 dag heb ik op een boerderij gewerkt. En ik heb ook 1 dag in een meubelmakerij gewerkt, zeg maar. En dan gewoon zelf dingen ontwerpen en maken en zo. Dus, en daarnaast heb ik gewoon school zelf gedaan. Maar heb ik heel veel lessen dus eigenlijk gemist. En dat was helemaal geen probleem. We weten wel dat de Rijksoverheid op dit moment nadenkt over wat meer soepelheid toe te passen in individuele situaties. Bijvoorbeeld onderwijs op een andere locatie dan standaard in de school. Maar goed, dat volgen we met belangstelling en meer niet. Uiteindelijk is het ook heel fijn om te voelen dat je zelf verantwoordelijkheid kan nemen en dat je dat ook... Ja, dat je dat zeg maar ook echt kan. En dat geeft je ook meer zelfvertrouwen en zo. Dus ik denk dat het eigenlijk ook gewoon belangrijk is dat dat gewoon gebeurt. Dus wat jou betreft het hele systeem op de schop? Ja, daar heb ik geen moeite mee. Ik heb eigenlijk nog bijna nooit gezeild. Maar daarom vind ik het juist heel leuk om te doen. Voor het avontuur, voor vrijheid. Dat vind ik heel fijn.